Goedemorgen of goedemiddag, afhankelijk van wanneer u deze sessie volgt. In COVID-tijden doen we deze sessie via een vooraf opgenomen PowerPoint. In niet-COVID-tijden zouden we dat doen in een aula. Het zijn COVID-tijden, dus we doen dat via een vooraf opgenomen PowerPoint. Mijn naam is Tom Verbeke. Ik ben de programmadirecteur Handelswetenschap en Business Administration. Het schakelprogramma Handelswetenschap en Business Administration valt onder die brede waaier aan opleidingen. En ik zal met u de komende minuten de aard van de opleiding. We gaan ook eens kijken naar de kerncompetenties van de opleiding. Ik ga eens met u de opleidingsonderdelen overlopen en met name dan ook eens kijken naar de slagingspercentages van het afgelopen jaar. En tenslotte kijken we 1 jaar verder, september 2021, niet september 2020, maar september 2021, het moment waarop u na het schakeljaar start in de Master Handelswetenschappen of de Master Business Administration. De aard van de opleiding, het schakelprogramma, we slaan een brug tussen aan de ene kant uw professionele bacheloropleiding en aan de andere kant de Master Handelswetenschappen en Business Administration. Het schakelprogramma heeft een aantal doelstellingen. Eén, we moeten werken in dat schakelprogramma aan een aantal competenties, kennis en competenties die wat minder aan bod zijn gekomen in uw professionele bacheloropleiding. En u op die manier ook voorbereiden, beter voorbereiden op de Master Handelswetenschappen. Die Master Handelswetenschappen heeft een hele brede waaier aan specialisatiemogelijkheden. Diezelfde brede waaier aan managementdomeinen, waar je dan later in kunt specialiseren, die komen ook aan bod in het schakelprogramma. Dus in het schakelprogramma proberen wij u die kerncompetenties, die wetenschappelijke competenties bij te brengen, zodanig dat je na het schakelprogramma geïnformeerd, omdat er een brede waaier aan managementdomeinen aan bod is gekomen in het schakelprogramma, zodanig dat je dan na het schakelprogramma geïnformeerd kunt kiezen uit een hele brede waaier aan specialisatiemogelijkheden. Ik kom daar straks op terug, die specialisatiemogelijkheden in het Engels, in het Nederlands, in handelswetenschappen of business administration. Je kunt in Brussel blijven, je kunt ook naar de Antwerpse campus gaan. We hebben daar een ganse brede waaier aan verschillende specialisaties. En afhankelijk van uw eigen interesse, afhankelijk van het beeld dat je van jezelf ziet in uw toekomstige loopbaan, kan je dan die specialisatie kiezen. Na de master heb je een ruim aanbod aan jobmogelijkheden in diverse sectoren en in diverse managementdomeinen. Die managementdomeinen waarin je terechtkomt in je job zijn niet altijd 100% gelinkt met de specialisatie die je koos in je master. We zien dat dat vaak het geval is, maar we zien ook dat dat soms afwijkt. Mensen die heroriënteren in hun job. We bereiden u voor op een job. We hebben daarvoor Career Corner. Career Corner, u ziet de URL daar staan, https://fabcareercorner.be, op Career Corner en probeer dat zoveel mogelijk te bekijken. Op Career Corner kun je terecht voor vacatures, stages, andere interessante activiteiten, lezingen bijvoorbeeld, of korte opleidingen en dergelijke meer. En op die manier kun je via die lezingen, via die bijkomende scholing, stages, kun je CV verbeteren, kun je uw CV aanvullen met competenties die je dan verwerft buiten de opleiding. De kerncompetenties zijn in principe wetenschappelijk vormend. Aan de ene kant hebben we de methoden, het kwalitatief en kwantitatief onderzoek, met kwantitatief vooral dan in wiskunde en statistiek. Onderzoeksmethoden hebben beide elementen, zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. In die domeinen, die wiskunde, die statistiek en die onderzoeksmethoden, dat vormt een vrij belangrijk onderdeel van uw schakelprogramma. Wiskunde, statistiek, met name in semester 1. Onderzoeksmethoden komen dan in semester 2.
Daarnaast is er aandacht voor onderzoek in de managementdomeinen. En ik denk dat dat vooral een verschil maakt als we kijken naar een professioneel vak, een professioneel bachelorvak marketing bijvoorbeeld, en een academisch vak marketing. Dan is er in het academisch vak marketing meer aandacht voor onderzoek in het managementdomein marketing, of in personeel en organisatie, of in andere managementdomeinen, dan wat je zou krijgen of dan wat je zou verwachten in een professionele bachelor. Dus ook al zou je denken op het eerste gezicht, goed, ik heb dat vak al gehad, ik heb in mijn professionele bacheloropleiding al marketing of personeel en organisatie en dergelijke meer gehad. Ik zou daar, dat zou voor mij een herhaling zijn. Wel, typisch is dat niet het geval. En de reden daarvoor is dat er in het schakelprogramma meer aandacht wordt besteed aan onderzoek. De manier waarop onderzoek gebeurt, de manier waarop onderzoek bijdraagt tot kennis binnen het managementdomein, die elementen komen veel meer aan bod in het schakelprogramma dan in een professioneel bachelorprogramma. Dus vergis u niet, het is niet omdat je daar een vak ziet staan dat je al gehad hebt, dat dat daarom allemaal herhaling zou zijn. Daarnaast proberen wij een brede vorming aan te bieden binnen alle managementdomeinen, en dat is met name als voorbereiding op de verdieping van die managementdomeinen binnen de master. De master zal je een managementdomein kiezen en daar ga je dan in de diepte. Wel, de keerzijde van de medaille, of de kop en de munt. Een muntstuk heeft kop en munt. Je hebt de kop, dat is de verdieping in de master. Het muntgedeelte is dan de hele brede opleiding in de bachelor en in het schakelprogramma. Dus in die zin bieden wij u een heel breed palet aan managementdomeinen aan, zodanig dat je een geïnformeerde keuze kunt maken wat uw verdere verdieping dan betreft in de master. En tenslotte is er aandacht voor het kader waarin dat je als afgestudeerde actief zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan de internationale bedrijfsomgeving of uw Europese instellingen, uw Europees beleid. Denk aan Brexit. Denk aan hoe de pandemie, COVID, een impact zal hebben op bedrijfsvoering en dergelijke meer. Dan zie je daar die competenties in terug. Je hebt uw algemene economische analyse, het kader waarin dat een bedrijf actief is, microeconomie, macroeconomie. Je hebt uw management van uw bedrijfsdomeinen, met alle heel veel van de managementdomeinen die daarin voorkomen. Ondernemingsfinanciering, intern-externe financiële verslaggeving, marketing, personeel en organisatie, strategie, inleiding tot fiscaliteit, in Brussel multinationals en Europese instellingen, en dan ICT-management in Brussel. Dan heb je de 18 credits, en 18 credits is vrij veel, gegeven dat uw programma maar 60 credits is. 18 credits is iets minder dan een derde aan wiskundige en statistische technieken en onderzoeksvaardigheden, statistiek, wiskunde, A en B, en dan uw onderzoeksmethoden, 3 keer 6 credits. En dan heb je tenslotte nog een mens, samenleving en economie, een ruimere blik op de plaats waarin een bedrijf of een non-for-profit organisatie opereert binnen de samenleving. Ter herinnering, 1 credit is ongeveer 25 à 30 uur werk voor alles, voor de les, examens, voor studie, voor papers, presentaties en dergelijke meer. En we zien in de feiten dat dat ook nodig is. 1 credit, 25 tot 30 uur, 60 credits in uw schakelprogramma. Dat betekent dat dat je tussen de 1500 en 1800 uur zal nodig hebben om te slagen voor uw schakelprogramma. En we zien ook dat dat effectief nodig is. We zien ten andere ook dat wanneer je dat doet, dat in het schakelprogramma aanzienlijk zijn. Er zijn een aantal struikelvakken, een aantal vakken waar het slagingspercentage relatief laag is. Dat is met name wiskunde A.
Dat is statistiek voor bedrijfswetenschappen en interne en externe financiële verslaggeving. Daar liggen de slagingspercentages. Het percent van het aantal studenten dat geslaagd is typisch onder de 60%. Dat zijn ook vakken waar typisch laag gescoord wordt, minder dan een 8. Dat betekent dat er voor die vakken geen tolerantiekrediet, mocht u een tolerantiekrediet hebben, dat je daar geen tolerantiekrediet voor kunt inzetten. We hebben die 32% voor wiskunde, 42% voor statistiek, interne en externe financiële verslaggeving 23%, en dan hebben we nog twee vakken, wiskunde B en ondernemingsfinanciering, waar, hoewel het slagingspercentage beter is, er toch nog altijd een aantal studenten zijn die er niet in slagen om meer dan een 8 te halen, die er dus zeker van zijn dat ze dat vak zullen moeten meenemen naar een volgend jaar. Maar merk op, we weten dat dat struikelopo zijn. U weet dat nu bij deze ook, dat dat struikelopo zijn. Maar we zien ook terzelfde tijd dat de andere vakken binnen het schakelprogramma slagingspercentages hebben die zeer hoog zijn. We zitten dan met slagingspercentages 80%, 97%, 93%. Met andere woorden, slagen voor de schakel is mogelijk. Slagen voor de schakel is, gegeven de slagingspercentages die we daar zien, is mogelijk. Maar we weten ook dat er een aantal vakken zijn die wat moeilijker zijn. Die vakken staan daar aangeduid in het geel, met een laag slagingspercentage en terzelfde tijd ook een relatief hoog percentage studenten die geen 8 halen, die dus geen tolerantiekrediet kunnen inzetten om hun studievooruitgang volledig 100% te behouden. Maar iemand die werkt en iemand die de 1500 of tussen de 1500 en 1800 uur aan de studie besteedt, die kan dus in principe, dat is wat de data hier zeggen, die kan in principe goed slagen voor het schakelprogramma en een jaar daarna starten met bijna of quasi een volledige studievooruitgang starten in het masterprogramma. Als we dan kun je in uw masterprogramma alle kanten op. We hebben binnen de KU Leuven masters handelswetenschappen op de Antwerpse en op de Brusselse campus. We hebben ook een Engelstalige master, Master Business Administration. Je kan die ook volgen in Brussel of in Antwerpen. En voor zij die de studie zouden willen combineren in de master met werk, is er ook een avondprogramma. En dat avondprogramma heeft een specialisatie algemeen management en dan een specialisatie auditing, accounting, auditing en controle. De specialisaties zijn heel breed. In handelswetenschappen zijn er 14 in totaal, als we Antwerpen en Brussel bij elkaar optellen. En als we dan kijken, Antwerpen en Brussel, elke specialisatie heeft een eigen flavor, een eigen twist. Het kan zijn dat de specialisatie in hetzelfde managementdomein is, maar toch, het blijft nog een andere specialisatie. Hetzelfde geldt voor de Master Business Administration. Daar werken we niet met specialisaties, maar met tracks. De verdieping is daar iets minder diep dan in de Master Handelswetenschappen. In de Master Handelswetenschappen is een specialisatie 30 credits, 5 vakken van 6 credits. In de Master Business Administration heb je 2 plichtvakken, 1 rond leadership en 1 rond ethics. En dan heb je een track module en die track module is geen 30 credits, maar 18 credits. En opnieuw, je hebt een hele brede waaier aan track modules, zowel in Antwerpen als in Brussel. Dit jaar wordt een raar jaar, in die zin dat we te maken hebben met een pandemie, dat we te maken hebben met COVID, een virus. We hebben een planning gemaakt en we hebben die planning gemaakt met nadruk op on-campus activiteiten en met name dan voor de vakken waarvan dat we weten dat die lastiger zijn, dat die moeilijker zijn. We hebben lokalen
We hebben veel lokalen, maar we hebben niet veel grote lokalen. En afhankelijk van de omvang van de groep betekent dat dat de rotatie 1 op 2, 1 op 3 zal zijn, afhankelijk van de groepsgrootte, afhankelijk van het lokaal waarin het vak gepland is en afhankelijk ook van de kleurcode waarin dat we ons bevinden. We hebben een kleurcode geel, we hebben een kleurcode oranje en een kleurcode rood. Vandaar dat het belangrijk is dat je heel geregeld kijkt naar je officiële student.kuleuven.be e-mail. Dat is het kanaal waarlangs docenten zullen communiceren met betrekking tot online of on-campus activiteiten. Kijk ook goed de Toledo-pagina's van de verschillende vakken na. Ook die Toledo-pagina's zullen intensief gebruikt worden om de planning van de vakken met u mee te delen. Maar in elk geval, het wordt belangrijk om heel geregeld uw e-mails na te lezen. Ik weet dat sommige studenten niet altijd hun student.kuleuven.be e-mail zo frequent nakijken, maar probeer dat dit jaar in elk geval wel te doen. Probeer ook te kijken naar uw Toledo-pagina's van de verschillende vakken, zodanig dat we de planning zodanig dat je duidelijk weet wanneer dat je on-campus en wanneer dat je off-campus verwacht wordt. En tenslotte, probeer u te houden aan de COVID-maatregelen. Of niet probeer, hou u aan de COVID-maatregelen. Zowel binnen de campus, maar ook buiten de campus. Dat betekent, zorg voor jezelf, maar zorg ook voor anderen. En als we met z'n allen erin slagen om ons aan die maatregelen te houden, dan kunnen we zoveel mogelijk, of dan zullen we meer on-campus activiteiten kunnen doen. Dan kunnen we in code heel met een capaciteitsbezetting van 1 op 2 aan de slag. En moeten we niet een planning gaan opmaken, of moeten docenten niet gaan plannen voor een 1 op 5 bezetting bijvoorbeeld, want dan schuift er automatisch ook meer online. Samengevat, de schakel is een pittig jaar, maar het is een jaar met heel veel met een relatief hoge kans op slagen. Voor de mensen die werken is de kans op slagen vrij hoog. We zitten in een raar jaar. De pandemie is nog altijd, het virus is nog altijd onder ons. We zitten in een raar jaar, maar we hebben ook vorig jaar heel veel geleerd als docent. We hebben geleerd om te gaan met online materiaal, met opgenomen PowerPoints, met opgenomen lessen en dergelijke meer, met streaming. Dus we hebben daar ook veel uit geleerd. We hebben gezien dat vorig jaar het slagingspercentage eigenlijk niet zo verschillend was van het slagingspercentage van voorgaande jaren. Dus in die zin, het is een raar jaar, maar we weten ook dat het een jaar is, maar we weten dat het een opleiding is waar zelfs met een pandemie onder ons, zelfs met een virus onder ons, de slagingspercentages nog altijd heel hoog zijn. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u heel veel succes de komende dagen bij de start van het academiejaar. Het zal waarschijnlijk een beetje zoeken worden in het begin welke vakken online, wanneer online, in welke lokalen online en welke vakken on-campus en online zullen doorgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat binnen een paar dagen je die regeling wel onder de knie zult kunnen krijgen en dat je vertrokken bent voor een heel succesvol jaar. Veel succes!